Ja, Jaap zei net van dat dijken een aardige bijdrage kunnen leveren aan onze biodiversiteit. En dat klopt wel, hè? Want jullie hebben met z'n allen hebben jullie pak een beetje 18.000 kilometer aan dijken. En als je dan uitgaat van de gemiddelde breedte van 20 meter, dan heb je toch over een behoorlijk oppervlak. En, maar goed, als je dat als een rondje zou beschouwen van zijn vierkant, dan valt het op zich wel mee. Maar omdat die dijken natuurlijk dwars door die landschappen heen gaan, hebben ze natuurlijk heel veel raakvlakken met allerlei terreinen. Hè? Met agrarisch gebied, maar ook met natuurgebieden. Ook met andere graslanden. Dus die sluiten eigenlijk overal op aan. Dus het is eigenlijk een hele mooie verbindingszone tussen allerlei elementen in ons landschap. Ja, dit plaatje is van Peter Glas afkomstig. Hè? Die had eind, ik meen 2015, hield hij een afscheidsrede. En toen zei hij van, ja jongens, we moeten gaan werken als waterschap aan bloemdijken. En omdat ze natuurlijk niet alleen mooi moeten zijn, maar ook sterk, noemde hij het Flower Power Dijk. Dijk, goed. Ja, ik hoop dat het leesbaar is achterin. Ja, de jonge lui daar natuurlijk wel, maar die iets ouder misschien. Dit is nog even het programma van vandaag, maar goed, dat heeft iedereen thuis gekregen. Even iets over mezelf. Ik ben in 1985 ben ik begonnen met dijkonderzoek, dus ik zit al meer dan 30 jaar zit ik erin. Eerst op de Landbouwuniversiteit de hele tijd en daarna ben ik voor mezelf begonnen. Ondertussen gepromoveerd en ik doe al dus ook al die monitoringrondes. Die heb ik ook gedaan van een aantal waterschappen door heel Nederland heen. Rijn- en IJsselrivierenland, Hollands Noorderkwartier, dus... Ik praat vanuit enige ervaring. Vandaag de inhoud van mijn workshop, de functies van de dijken, pakket van eisen, belasting van dijken. En wat is een bloemdijk? Hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk, want je kan de meest rare dingen kan je verzinnen bij de term bloemrijk. Maar je moet natuurlijk eigenlijk, als het kan, wel de goede invulling geven. En wat was de laatste? Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Wat zijn de voorwaarden voor ontwikkeling en behoud? Dat is natuurlijk waar we eigenlijk vandaag voor hier zijn. Discussie en vragen, maar goed, dat spreekt voor zichzelf. Even een plaatje van alles wat overstromingsgevoelig is in ons landje. En dat is best veel als je naar de percentages kijkt. Dus de dijken hebben wel degelijk een hele belangrijke functie om ons droge voeten te laten houden. De tweede functie is recreatie. Hè? Dat is een plaatje uit de Ooipolder. Dat is nog vrij jong en je kan dat zien. Hier heb je nog vlekken van planten. Dit is nog niet heel mooi verspreid, maar goed, dit is een wat ouder plaatje al. Ja, de kleuren zijn niet geweldig, want het moet gewoon lekker paars zijn, hoor. Ja, dat vind ik jammer, want er zitten heel veel plaatjes bij die juist de uitspringen vanwege de kleuren. Dat komt er hier niet uit. Oftewel, sturen het allemaal op en dan kunnen jullie het allemaal thuis bekijken op een goed scherm. Ja, als het goed is, is die echt paars. Ja, dit plaatje ook bijvoorbeeld, hè. Dat is een van de mooiste, misschien wel de mooiste dijk van Nederland. De Bielanddijk bij Tolkamer. Hoi. Een oud plaatje, maar dit plaatje wordt veel gevraagd omdat je hier ook een rivier op de achtergrond ziet. Hè? Vaak heb je het over binnenteluuts als je het over bloemdijken hebt, dan zie je die rivier niet. En ja, daarom wordt dit wel vaak gebruikt. Planten zijn natuurlijk uitermate geschikt voor de insecten, oftewel de insecten zijn afhankelijk van plantengroei. Koninginnenpage. De tijgerspin of de wespspin, hè, die tegenwoordig ook steeds vaker voorkomt. De hele grote spinsoort die je steeds vaker aantreft in goede graslanden. En van al die insecten profiteren natuurlijk de vogels. Hè. En ja, dan zit er natuurlijk wel zo'n predator boven, hè. Zo'n, de buizerd in dit geval. Maar die vangt met name dus ook muizen in allerlei bloemrijke graslanden. De dijk heeft natuurlijk ook een productiefunctie. Hè. Er wordt heel wat spul van afgehaald. En met name ja, als het steeds bloemrijker wordt, dan beginnen de melkveehouders beginnen een klein beetje te piepen. Hè. Dan zeggen ze van ja, er zit te weinig eiwit in. Maar goed, het is natuurlijk wel heel structuurrijk. En je zou het eigenlijk meer moeten beschouwen als een soort bijvoer bij al het spul met veel eiwit. En tegenwoordig zijn dijken bijna altijd 1 op 3, dus ze zijn ook heel goed te bewerken. Hè. Je kan met grote apparaten kan je er aan de gang, dus je kan ook heel snel werken als het moet. Wat steeds minder voorkomt op dijken, en daar ben ik eigenlijk wel blij mee, is schapen. Hè? Je ziet hier ook de schapen binnen een tijdelijk raster staan. En, ja, de vaste rasters gaan steeds meer van de dijk af. En het is al heel wat jaren geleden dat bijvoorbeeld Waterschap Rivierenland zei, we willen op zijn minst op de buitenteluuts alle rasters van de dijk af. En op zich is dat ook wel logisch, hè? Want je kan je voorstellen als je een hoogwaterperiode hebt gehad met allerlei troep erin tegenwoordig en er drijft van alles in.
Dan moet je na zo'n hoogwaterperiode, dan moet er een aannemer naar de dijk gestuurd. En die moet dan voor heel veel geld moet die al die troep gaan opruimen en die rasters herstellen. Dus het is natuurlijk veel makkelijker als er geen raster staat. Hier, dat linkse plaatje is van de Ooipolder. Hè. Dat is een agrarische natuurvereniging. De ploegdriever is daar en die heeft een kudde van, ik denk 200 schapen. En die graast met name ook de moeilijkere stukken af met schapen. En de rest wordt netjes gemaaid. Daar rechts is een voorbeeld van ja, waar steeds meer commentaar op komt. Hè. Dus, er lopen dus grote groepen schapen lopen over het fietspad heen. En ja, dan krijg je toch steeds meer commentaar op. Hè, van, die dijken worden natuurlijk steeds vaker gebruikt door mensen ook met die fietsen, met die motortjes erin. Hè. Die wordt ontzettend veel gebruikt. En als daar schapenpoep ligt, ja, dan krijg je natuurlijk het waterschap weer van voren. Het pakket van eisen, dus erosiebestendigheid en duurzaamheid. Het is een plaatje van hoogwater, hè, hoe het kan zijn. Het is ook allemaal niet scherp. Hè. Dat is allemaal jammer toch. Ja, dat is ook de kwaliteit van de biemer. Maar goed, je kan zien dat het echt om serieuze zaken gaat. Hè. Ook als je bijvoorbeeld bij de IJssel staat, dat is nou een klein smal riviertje. Maar als daar hoogwater is, dan kijk je tegen de Mississippi aan zowat. Dan is dat ding ontzettend breed. En dus ook heel veel druk op de dijken, dus die moeten gewoon goed zijn. Een plaatje van 93, 95. Ja, wat je kan krijgen is dus erosie op die taluuts. Een taluut zal niet heel snel onderuit gaan, maar je kan natuurlijk wel hebben dat er flink wat schade ontstaat. En als je dit moet gaan herstellen, heb je ook een probleem. Want ja, hoe herstel je die weggesleten zoden? Leg je daar gewoon iets op of werk je dat in? Dus dat zijn best bewerkelijke handelingen. Beheerbaarheid, hè? Wat ik net al zei, ze zijn 1 op 3 tegenwoordig, dus je kan prima rijden met groot materieel. Ze moeten inspecteerbaar zijn, dit is van jullie. Dit is de Knardijk. En hier zijn we van afgeblazen. Aan het eind van de ochtend zijn we hier van afgeblazen. We liepen die dijk te inspecteren, maar de wind trok aan en de golven werden hoger. Dan kon je gewoon niet meer lopen op een gegeven moment. Maar wat ik met die inspecteerbaarheid bedoel, is dat je over een taluut heen kan kijken. Of dat er geen verzakkingen zijn of opbollingen zijn. Dus één keer per jaar moet het toch wel zo kaal zijn dat je dat kan overzien. Dit is een plaatje van Deltares. Hè. Dat gaat over de belasting. De grootste belasting zit natuurlijk bij de golfklap. Daar slaan dus de golven om en ja, dan krijg je natuurlijk de grootste kans op erosie. Als een golf is omgeslagen, loopt die nog een klein beetje omhoog. Dus golfoploop, maar dat is al een stuk minder kracht. En als de golven te hoog worden, dan lopen ze over een dijk heen. Maar in het algemeen gaat dat ook vrij geleidelijk. Dus ja, eigenlijk, en als je dus hebt over bloemrijke graslanden die eventueel niet helemaal gesloten zijn, dan zou je ook het beste kunnen richten op het binnenteluut. En vooral niet op dit traject, omdat daar natuurlijk de kans op erosie het grootst is. Ja, wat is een bloemdijk? Dit is een plaatje van Kesteren. Wim kent het wel van een paar jaar geleden. Toen werd het ineens bijgeroepen van kom eens kijken, van de hele dijk staat te bloeien. Maar we zijn eigenlijk toch niet helemaal tevreden van hoe het erbij ligt. Want dit zijn in principe allemaal eenjarige soorten. Hè? Klaproos en kamille en dit lijkt sigorij, maar dat is gewoon korenbloem. Allemaal van die eenjarige akkeronkruiden in feite. Akkeronkruiden noemen wij ze ook in ecologie. En als dit uitgebloeid is, dan sterft het af en als je het dan weghaakt, heb je een kale grond. Dus het ziet er even mooi uit. Hè. Volgens mij is het ook aangelegd op aanvraag van een klankbordgroep. Meen ik, hè? Dat er ook mensen bij betrokken waren uit de buurt. Die zeiden, we kunnen geen bloemrijke dijk maken. Alleen het was een beetje een fout mengsel. Maar ja, is dit een bloemdijk? Koolzaad, fluitenkruid. Of dit, pastinaak en wilde peen. Dus twee soorten die eigenlijk het hele beeld in beslag nemen. Of deze die eigenlijk, ja, pak een beet, 85% of zo, of 80% van de oppervlakte bedekt. Hetzelfde hier met pastinaak, met een klein beetje gewone berenklauw. Ja, normaal gesproken, als de dier groot is, de plaat groot is, kun je ze echt herkennen, de soorten. Ik vind het echt jammer, maar ik kan er nu niets aan doen. Nog een plaatje van de diepdijk van lang geleden. Hè. Die was net aangelegd en dan kun je dus een explosie krijgen van koolzaad of van raapzaad. Ook een heel oud plaatje. Ook net na een dijkverbetering. Hè. Dus dan nemen de soorten nemen de ruimte. Hè. Dus op de voorgrond groot streepzaad, op de achtergrond gewone margriet. Maar ja, wat is een bloemdijk dan wel?
Dat waren dus in mijn ogen allemaal geen bloemdijken die je wenst. Maar wat is een bloemdijk dan wel? Op de eerste plaats moet hij natuurlijk voldoen aan de waterstaatkundige eisen. Maar we hebben het al over gehad over de extra functie, de ecologische functie. Het moet ook zo zijn dat je iets ontwikkelt wat ook te behouden is. Hè? Dus wat je net ook zag van die akkeronkruiden. Ja, dat is één jaar, is dat mooie tweede jaar, is dat een klein beetje mooie derde jaar, is daar niks van over. Dus dat is niet duurzaam. Dus je moet streven naar een graslandtype met een zeker aandeel aan kruiden. Maar wat je ook door normaal, bijna regulier beheer kunt onderhouden en kunt behouden. Vegetatie bestaande uit zoveel mogelijk verschillende gras- en kruidensoorten. En op een bepaald moment in het jaar, ja, het zit er nou een beetje aan te komen, en dan geven ze natuurlijk optimale bloei, maar in feite heb je een bloeiperiode van, ik denk eind april tot ergens eind juni, en dan wordt er gemaaid. Maar dan in het najaar krijg je nog een bloeiperiode van een maand of anderhalf. En een vegetatie die bestaat uit overblijvende, maar ook in mindere mate, dus tweejarige en eenjarige soorten. Dus een bloemdijk is niet alleen een bloemrijke dijk, maar met name ook een soortenrijke dijk. De meest kansrijke dijken, want je kan proberen, maar op veel plekken zijn niet geschikt voor de ontwikkeling van een bloemdijk. Maar welke zijn wel geschikt? En het gaat met name dus om de grondsoort die er ligt. Hè. Als er een hele zware kleinlaag ligt, dan zul je heel lang je best moeten doen om daar iets behoorlijks te krijgen. Dus een talud met een licht substraat, daar heb je de grootste kans op een laag lithiumgehalte, wil dat zeggen. Wat ook uit allerlei onderzoeken komt, een zuidexpositie is ook heel gunstig. Een steilere helling is gunstig. En je moet natuurlijk het beheer aanpassen aan met name de bloeitijd, of de periode van bloei- en zaadzetting van de soorten. Want ze moeten het jaar erna weer zijn. En wat wel belangrijk is, maar wat tegenwoordig toch een beetje een probleem ook is, een soortenrijke omgeving. Hè? Want vroeger had je natuurlijk op heel veel plekken had je allerlei soortenrijke, bloemrijke graslanden, allerlei vegetatietypen. Maar tegenwoordig is het bijna overal verdwenen. Als je ergens een dijk aanlegt en je zit te wachten van, ja, komen de soorten nou, hè? Komen ze aanwaaien of komen ze, ik weet niet op welke manier, dan kun je wachten tot je in ons weegt. Dat is een beetje jammer, dus je zult moeten nahelpen. Dus dan, ja, er is toch iets van inzaai of doorzaai noodzakelijk. Waarom is een steile helling gunstig voor bloemrijk? In het algemeen drogen steile hellingen sneller uit dan minder steile hellingen. En hoe hoger de eisen, oftewel hoe extremer de omstandigheden, hoe moeilijker de grassen het met name hebben. Kruiden, er zijn gewoon allerlei soorten kruiden die zijn aangepast aan droge omstandigheden. En als je die dijk dus minder steil maakt, dan neemt de concurrentiekracht van de grassen toe en dat gaat ten koste van de kruiden. Ja? Dus verdroging. Ik denk dat iedereen dit ook wel kent. Hè? Dit is nog uit de oude doos, VTV 2006. Een aantal, of 8 vegetatietypen. Ik denk dat die H1 en H3 en dergelijke, dat kent iedereen denk ik wel, hè? Die indeling. Ik heb er destijds zelf ook nog 5 aan toegevoegd. Hè? Met rood zwenggras als dominante soort en ruw beemd als dominante grassoort. En daarachter staat ook de bedekking, worteldichtheid, kwaliteit grassoorten. Maar ik heb een kolom toegevoegd met de soortenrijkdom. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk leesbaar en daarom heb ik er een plaatje bij gedaan. Normaal is die gekleurd, hoor, dit plaatje. Er zit een mooie kleurtje in, maar dit is jammer. Maar je kan ook zien dat W3, dat is het beste weilandtype, H3 het beste hooilandtype en R3, dus het type met rood zwenk als dominant, die hebben een soortenrijkdom van 40 of hoger. En als je het over soortenrijkdom hebt, dan heb je het over het aantal plantensoorten op een oppervlakte van 25 vierkante meter. Dus meestal een vak van 5 bij 5, 6 bij 4 of 8 bij 3. En mijn maximum aantal soorten wat ik heb, en dat is een klein stukje verderop waar we vandaag ook gaan komen, dat was 65 plantensoorten in zo'n vakje. En dat waren 20 soorten grassen en 45 soorten kruiden. En dat voor Nederlandse begrip is dat heel hoog, dus dat kan op dijken. Dat is altijd mijn positieve referentie. En als ik dan overstap naar bijvoorbeeld naar een weiland waar bemest wordt en waar gespoot wordt, dan heb je er over 5 of 6 soorten. Dus dat, die range heb je in feite in de soortenrijkdom. Ik heb natuurlijk zelf veel onderzoek gedaan en ook geprobeerd om al die vegetatieopnamen die ik heb gemaakt in te delen in die typologie. Even vertellen, ik heb bij Waterschap Rivierenland heb ik
destijds 1200 proefvakken gehad. Hè? En daar is een hele hoop onderzoek op gebaseerd. En er zijn allerlei conclusies en resultaten uitgekomen. Maar één daarvan was dat in die groepen W3, H3 en R3... dat er een hele grote variatie in zat. Dus het was niet één type wat je kon omschrijven van ja, zoveel procent in glanshaven. Het was een hele grote variatie. Ik heb er even over zitten nadenken, ook met name met deze workshop in het achterhoofd. En ik ben gekomen eigenlijk tot drie categorieën. Is het lezen achterin? Of moet ik hem voorlezen? Ja, groep 1. Dat is eigenlijk degene die het meest voorkomt. Hè. Dus een zeer soortrijke dijk met voornamelijk algemene soorten. Het ziet er heel, heel bloemrijk uit, maar ja, af en toe zit er wel eens een keer een soort bij van de rode lijst. Maar meestal zijn voor onze begrippen dan de normale soorten. Dan heb je een soortrijke dijk, iets minder soortenrijk, maar wel met een hoger aandeel aan bijzondere en zeldzamere plantensoorten. En je hebt een type wat minder soortenrijk is, matig soortenrijk tot soortenrijk, met een hoog aandeel aan bijzondere en zeldzame soorten. En die zullen we vandaag ook zien. Hè. Dat zijn bijvoorbeeld die Marjoleindijken waar we vandaag naartoe gaan. Ik denk dat die soortenrijkdom ergens 35 of 40 ligt. Maar dan heb je hele grote oppervlaktes die bedekt zijn met wilde marjolein. Dus dan is er toch weer één soort die eigenlijk min of meer domineert. Maar omdat die zo bijzonder is, is het beheer daar zodanig dat die optimaal behouden blijft. En daarom noemen we die dijk ook marjoleindijken. Maar dat gaan we straks ook buiten zien. Het enige probleem is dat ding pas heel laat bloeit. Hè? Die bloeit pas juli, augustus. Dus ik kan hem nou alleen vegetatief aanwijzen. Maar dan nog zul je zien dat hij er heel veel staat. Categorie 1, de zeer soortrijke dijk met voornamelijk algemene soorten. Ja, dat zijn de feiten die eigenschappen die ik net ook al liet zien. Hè? Dus waterstaatkundige eisen, ecologische functie. Maar wat belangrijk is, zeer veel verschillende gras- en kruidensoorten. Dus meer dan 50 soorten per 25 vierkante meter. Het is ook gewoon erosiebestendig, dus je kan het ook binnen en buiten het talud kun je het ook tegenkomen. Ik denk dat we deze plek vandaag ook gaan bezoeken, bij Wamel. Daar ben ik vorig jaar met Jaap geweest. Dit is een leuk stukje. Dat is een dijk die wordt eigenlijk helemaal bewijd. Alleen ze hebben een stukje van 200 meter hebben ze uitgerasterd en daar is hooilandbeheer. Dus daar kan je heel mooi, daar is hooilandbeheer, daar is bewijding, wat het verschil is. Dus daar gaan we straks ook even met de bus stilstaan. Ja, daar zitten dus weinig echt bijzondere soorten in, of zeldzame soorten, maar wel een hele hoge soortenrijkdom. En dit is eigenlijk, dit is gewoon knoopkruid is dit, hè. Daar heb ik over zitten nadenken. Ik krijg vaak de vraag van, op welke soorten moeten we letten als we willen gaan maaien? En gewoon knoopkruid bloeit relatief laat. Dus dan zijn de meeste soorten zijn uitgebloeid. Dus je kan ook zeggen, als die soort uitgebloeid is, dan zou je bijvoorbeeld de maaimachines het veld in kunnen sturen. Die is makkelijk herkenbaar. Een algemene soort komt er heel veel dijken voor. Maar het zou dus een indicatorsoort kunnen zijn voor het begin van de maaiperiode. En wat is laat? Wat is laat? Je bloeit laat, zeg je. Ja, dan heb je het over half juni. Dan zit je in de buurt van die half juni, 21 juni. Dat is laat, hè? In het algemeen, want op heel veel plekken wordt er al gemaaid. Ja, ja. En dan komt er een week droog weer aan en dan gaan al die maaimachines gaan lopen. Ja, dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Maar ja, dan wordt er gezegd, ja, misschien hebben we straks geen droge periode meer, dus laten we nu maar maaien. Dat vind ik jammer, maar ja. Tweede type, soortrijke dijk met een zeker aandeel aan bijzondere en zeldzame soorten. In feite geldt daar hetzelfde voor, alleen ja, je ziet dus iets minder plantensoorten per 25 vierkante meter. Erosiebestendig genoeg, dus mag ook binnen en buiten talud. En dit is een plaatje, normaal gesproken heel mooi, maar dat zien we misschien vandaag live, van een Maasdijk. En die heeft dus als bijzonder soort Rapunzelklokje. En wat hier bijzonder aan is, ik reed vorig jaar op mijn wielrenfiets, reed over die dijk, behoorlijk tempo. En ineens dacht ik, hé, dat stond volgens mij iets wits. Dat kan niet, want er staan hier geen witte planten, behalve Margriet. En toen zag ik dus die witte variant van Rapunzelklokje staan. Nog nooit eerder gezien, maar het was echt zo'n heel klein polletje. Ik denk, daar moet ik een fotootje van maken. Maar misschien dat we vandaag ook zien bloeien. Nou, het is nog te vroeg, denk ik. Maar dat zijn wel van die leuke dingen. Want je hebt er ook een aantal soorten morgenster. Je hebt de Oosterse morgenster en je hebt een Paarse morgenster. En als die kruisen, krijg je een oranje variant. En die klein stukje verderop stond die ook.
een paar jaar geleden. Maar goed, die staat er 1 jaar, het jaar daarna is die verdwenen. Maar dat zijn wel leuke dingen die je zo af en toe tegenkomt. Hij was onderuit meer racefietsen, of niet? Ja, dat ik niet oplet dat ik tegen een paal aanreed. Maar serieus, hè? De fiets in de puin en ik in de puin. Derde type, hè? Matig soortrijk, maar wel met een heel hoog aandeel aan bijzondere en zeldzame plantensoorten. Voldoet wellicht niet aan de waterstaatkundige eisen. Dat gaan we straks ook bekijken. In het algemeen zijn dat wat steilere taluuts, maar ook hele zandige taluuts. Dus we gaan straks ook naar die Marjoleindijk kijken. Ik weet niet of we een schop hebben om de WBI 2017 te kunnen doen. Ik denk het niet, maar je kan in ieder geval zien, het is vrij open. Je loopt eroverheen, het is ook een beetje rullig rond. Dus heel erg erosiebestendig zal die waarschijnlijk niet zijn. En vandaar ook op binnenteluuts en op niet of weinig belaste buitenteluuts. Dus niet op buitenteluuts waar regelmatig flink wat druk op staat. Dus wat minder plantensoorten, hè? Ja, toch wel tussen de 30 en de 40 plantensoorten per 25 vierkante meter. Maar met name met dat hoge aandeel aan zeldzame en bedreigde soorten. Zeldzame, bijzondere, maar vaak ook bedreigde soorten. Hè? Want als ik het heb over bijzondere soorten, zijn het vaak soorten van de rode lijst van bedreigde plantensoorten. Dus die worden op een of andere manier in Nederland worden die bedreigd in hun voortbestaan. Als je dijken hebt, dan hoef je dus niet eens zo erg blij mee te zijn, denk ik. Met dit soort dijken? Een steile, zandige dijk, ik voel een versterking aankomen. Er staan allemaal zeldzame soorten. Ja, nou, daar gaan we straks ook kijken. Dat was een dijk en lang geleden stond er al van vast dat de botanische waarde en de ecologische waarde heel hoog was. En daar is uitgebreid over gediscussieerd en toen is er besloten van, weet je wat, we gaan aan de buitenkant gaan we verbeteren, maar we brengen ook meteen een overdimensionering aan. Zodat we kunnen toestaan dat dat binnenteluut steiler is dan gebruikelijk. Eigenlijk steiler dan toelaatbaar. Dus in feite heeft het geen echte functie, geen waterstaatkundige functie meer. En op zo'n plek kun je hem behouden, maar wat je zegt, op veel plekken zal dat een probleem zijn. En dat probleem doet zich op dit moment voor op de IJsseldijken. Hè? Want je hebt die IJsseldijken zijn in feite zijn die vrij zandig. En die komen de meest, ja, tijm en dergelijke komen ervoor. Hè? En allerlei echt zeldzame soorten. Maar ja, dan komt Deltares en die zegt, ja, volgens onze rekenregels is het niet, kan het er niet mee door. Dus we moeten daar iets gaan doen. En toen zei op een gegeven moment André van Hoven tegen mij, ja, zegt hij, als we het over dat buitenteluut hebben, die belasting is daar zo hoog, als daar hoog water tegenaan staat, die hebben een hele lange strijklengte, die krijgt hoge golven, die krijgt een hoge belasting. Ja, dus misschien moet dat buitenteluut wel in het asfalt, zei hij tegen mij. Moet je voorstellen, hé. De IJsseldijk aan de buitenkant en in de asfalt. Ga ik persoonlijk voorleggen. Ja, dan heb ik het over het onderste stukje, hè, waar de golfslag plaatsvindt, niet de hele dijk natuurlijk. Wim? Ik weet niet of de vraag hier past, hè, maar de relatie met insecten. In die drie categorieën die je nou opnoemt, hoe zit dat? Want je kunt natuurlijk voor die algemene soorten gaan, dat we zeggen, nou, we hebben een bloemrijke dijk, maar we hebben niet de speciale soorten. Zou dat heel positief kunnen zijn voor insecten juist? Of juist zeg je, van, ik ga me richten op een paar zeldzame soorten, want dan heb je ook een paar zeldzame insecten waarschijnlijk. Precies het laatste wat jij zegt. Wanneer doen wij iets goed? Doen wij iets goed voor de 7, zeg maar? Ja. Of willen we gaan voor het ene stukje voor de 9, maar dan laten we die andere weer. Weet je? Ik zoek die verbinding. Maar wat denk je zelf? Mag ik de vraag terugspelen? Ja, ik denk zelf altijd dat ik een 7 prima vind natuurlijk. Maar ik snap dat ik bepaalde soorten wil houden. Alleen hoeveel inspanning moet je doen om die wilde marjolein bijvoorbeeld? Nou, die wilde marjolein... Dat doe je daar goed voor, ja. Voor de ene soort, maar voor uiteindelijk het totale aantal insecten. Mm-hmm. Doe je misschien wel wat minder. Nou, als je het over zo'n zeer soortrijke dijk hebt, hè, dan heb je natuurlijk meer dan 50 plantensoorten. En al die plantensoorten hebben hun specifieke insecten, hè, die ook voor die bestuiving zorgen. Maar het zijn algemene plantensoorten en het zijn daardoor ook algemene insectensoorten. Maar als je bij die marjolein gaat kijken, marjolein is niet de enige zeldzame die er staat. Maar je hebt daar ook agrimonie en een aantal andere soorten. Daar vliegen specifiek bepaalde insectensoorten op, die op al die andere planten niet voorkomen. En dat is wel grappig, op dit moment vindt er dus een insectenonderzoek plaats. Misschien dat we die knaap nog zien, Constant Swinkels van de Universiteit Nijmegen, die is hier bezig. Hè? En daar ben ik vorige week ook een paar uur mee op pad geweest en die zei, ik heb een aantal hele bijzondere bijensoorten gevonden. In een hele korte tijd van monitoren, hè, van insecten vangen. Dus ik denk dat hij
redelijk spectaculaire resultaten kreeg uit dat onderzoek. Omdat hier gewoon dit soort soorten nog staan. En niet alleen maar gewoon de gangbare dijksoorten, maar dit zijn echt... Ik noemde, we gaan dus straks naar een dijk toe, dat noem ik ook de museumdijk. Omdat daar gewoon, of daar gingen we vroeger met studenten van Wageningen naartoe, om hun al die oude dijkplanten te leren kennen. Die waar het vroeger vol mee stond, maar die staan nu nog op een klein aantal plekjes. Maar het is natuurlijk wel goed als met name ook studenten weten om welke soort het gaat. Dus ja, er is ook een dijk waar we straks naartoe gaan, een Marjoleindijk, hè. Ja, kijk, hier zit een marjolein en hier zit een distelvlinder, ik zal het maar even zeggen. Dagbouw ook, denk ik. Echt gelukkig, er is weer licht. Hoe leg je ze aan, hoe ontwikkel je ze en ja, hoe moet je ze beheren? Hè? Ik heb een tussenliggende vraag. Tuurlijk. Ik heb wel eens begrepen dat, weet je, had het net over wat opere vegetatiestructuren. Als je wat soortrijker hebt, heb je kans dat de zone wat opener is. Maar ik heb wel eens begrepen dat met name dan onder de grond de beworteling juist heel goed ja. is. Klopt dat ook? Ja. Dus dan zou het minder erg zijn als je bovengronds wat meer open plekken ziet. Dat is sowieso mijn mening dat zo is. Maar we hebben vorige week is er een groot onderzoek ingediend ter subsidiëring, hè, door de Radboud Universiteit. En daar willen we dat soort dingen ook verder gaan onderzoeken. Maar ik heb zelf ook vrij veel wortelonderzoek gedaan, hè, de afgelopen jaren. En dat durf ik eigenlijk wel positief te bevestigen. Je krijgt als je een soortrijke grasmat hebt, die wordt inderdaad wat opener. Hè. Als je er bovenop kijkt of als je hem kort knipt, dan wordt hij wat opener. Er zitten wat kleinere open plekjes in. Maar als je naar ondergronds gaat kijken, met name waar je heel veel soorten gras hebt en kruiden hebt, de ene gaat natuurlijk diep de grond in en de andere blijft helemaal aan de oppervlakte en de derde zit daar met zijn worteltjes. Dus je krijgt een hele goede wapening van die toplaag. En ja, die volgens mij veel beter is dan als je een paar soorten zou hebben, of bijvoorbeeld bij gazonbeheer. Ja. En in feite is het wel logisch als je een heel soortrijk grasland hebt, dat er ook wat open plekken in zitten. Want je hebt natuurlijk ook open plekken nodig voor kiemingen. Als het een hele dichte grasmat is, dan kunnen natuurlijk de meeste kruiden kunnen ook niet kiemen. En dan, ja, dan hou je alleen die grassoorten en dan komen er nooit kruiden bij. Er zijn natuurlijk twee situaties. Hè. Je kan een nieuwe dijk aanleggen of een nieuwe taluds aanleggen. Of je gaat aan het werk met een bestaande dijk. In de eerste instantie maar even naar de nieuwe dijk toe. En dan speelt dus de toplaag, de samenstelling van de toplaag, hè, van het substraat, de inzaai. Het ontwikkelingsbeheer en vervolgens als je het tot een bepaalde mate ontwikkeld hebt, het instandhoudingsbeheer of vervolgbeheer of het reguliere beheer. En wat er in feite uitkomt uit meerdere onderzoeken, maar met name ook uit dat grote onderzoek van Friso van der Zee, het is al een heel oud onderzoek, maar het is nog steeds relevant. Je kan in feite drie klassen onderscheiden, hè? 8 tot 12 lutum, procent lutum 12 tot 17,5 en 17,5 tot 25% lutum. Als je in die range zit met je lutumgehalte, dan kun je een zekere mate van soortenrijkdom krijgen. Het voedselrijkdom van de bodem is eigenlijk iets minder belangrijk, omdat dat na verloop van tijd ook kan veranderen. Hè. Het lutumgehalte of de voedselrijkdom is meestal gekoppeld aan het lutumgehalte. Dus als je een hoog lutumgehalte hebt, komen daar langzaam voedingsstoffen vrij. Dan heb je in feite een hogere voedselrijkdom van de bodem dan op wat schralere gronden. Is het vraag, betekent dat je naar lichte klei gaat, dat heel snel moeilijk wordt? Ja, lichte klei is boven 25%, hè? Ja, het hangt er weer vanaf. Als je een talud hebt wat steiler is en je hebt een talud met een zuidexpositie, dan stijgen daar ook de kansen op een bloemrijk grasland. En moet je zoveel licht op de inspanning? Ja, ja. Het is wat soortarmer, maar als je wat zwaarder substraat hebt, heb je meer biomassa. En dan zul je waarschijnlijk in het begin wat vroeger moeten maaien om op het moment te pakken dat de biomassa optimaal is. Want dan haal je natuurlijk zoveel mogelijk bodemnutriënten mee weg. En als je dat een aantal jaren doet, zie je dat die biomassa minder wordt. En dan kun je ook met het maaitijdstip naar achter toe. En dan komen er ook meer soorten in. Meer soorten gras en kruiden. Organische stof moet er natuurlijk altijd een klein beetje in zitten. Hè? Dus geen klei gebruiken die uit 5 meter of meer diep komt als toplaag. Hè? Op een maandag een opname gedaan op een dijk van ons die overgedimensioneerd is aangelegd als hoogwater vluchtplaats voor vee. Daar is vrij ongeruimde klei toegepast.
Maar de vegetatie is daar ook nog heel open. Is dan die organische stof dan limiterend? Sorry. Wie? Ik hoorde iets. Denk van ons. Nee, dus daar zit nog weinig organisch stof in de bodem, dat kun je ook zien. Maar dat lijkt een hele open zodem met alleen een beetje kleine klaver en, ja, en wat kleine spul, zeg maar. Komt dat dan door die organisch stofgehalte die daar ontbreekt? Onder andere, er zit dus waarschijnlijk te weinig organische stof in, maar ook te weinig bodemleven. Hè. Want, ja, er wordt tegenwoordig heel veel onderzoek aangedaan. Je hebt miljoenen bacteriën van alles, en schimmels en van alles en nog wat in de bodem die voor allerlei processen zorgen in samenhang met dat organisch stofgehalte. In feite, die schimmels en die bacteriën die breken dood plantenmateriaal af, zodat het weer beschikbaar komt voor levende planten. En als die cyclus als die nog niet werkt, dan zul je ook zien dat plantjes heel klein blijven. Je zegt een kleine klaver, dat is natuurlijk maar een klein ding. Maar als je een heel klein plantje, dat groeit niet, omdat hij kan met zijn wortels niet bij je voedingsstof komen, dat ze er gewoon nog niet zijn, omdat dat hele proces nog niet op gang gekomen is. Steriel, die 5% is de bovengrens? Of mag het ook wat hoger liggen? Ja, het mag ook hoger liggen, maar dan worden de kansen kleiner. Ja. Je, op een gegeven moment ga je ook naar Veendijk en dergelijke toe. Hè? En dat, nee, ja, dan heb je helemaal. Nee. Ja. Ja, maar noemen ze een aantal? Noemen ze een percentage? Organisch stof bijvoorbeeld. Dat vind ik vrij hoog. Ja. Dat werkt belemmerend op de ontwikkeling van? Ja, nou, als je een wat hoger organische stofgehalte hebt, hè, dan heb je dus ook wat meer voedingsstoffen, wat actiever bodemleven. En zul je ook zien dat er een groter pakket, een hogere biomassa aan gewas op een dijk komt te staan. En hoe hoger dat pakket is, hoe zwaarder het ook is, hè, zoveel ton per hectare, hoe zwaarder dat is, hoe lager de kans op een hogere soortenrijkdom. Precies, dus het stimuleert slechts enkele soorten, ja, zeggen. Ja, en dan zie je dat grote vossenstaart, wat zo groot, hè, zo. En glanshaver en rietswijngras en dat soort forse jongens, die nemen dan die maken dan de vegetatie uit. En die hebben zo'n hoge concurrentiekracht dat er geen andere soorten bij kunnen komen. Kun je nog iets zeggen, want het zijn vaak eenjarige soorten. En wat gebeurt er dan met dit wortelstelsel? Wat zijn eenjarige soorten? Nou, je zei dat laatst, kijk, er zijn heel veel, hier zie je wel heel veel bloemen staan, maar het zijn eenjarige soorten. Ja, die maken. Ja, die eenjarige soorten die kiemen en die schieten snel bovengronds uit. Die maken maar een heel summier wortelstelseltje. Hè, want ze hoeven natuurlijk niet lang te overleven. Ze hoeven alleen te zorgen dat die plant groot wordt, dat die gaat bloeien, zaden komen. En daarna mogen ze doodgaan. Dus ze investeren ook niet in een wortelstelsel. Dus je krijgt ondergronds, bij van die vegetaties met eenjarige plantensoorten, ondergronds stelt natuurlijk heel weinig voor. Dus uit voor dijkveiligheid is het goed om meerjarige soorten. Ja, ja. Maar dat stond straks ook in, hè, van een optimale vegetatie op een dijk bestaat uit meerjarige plantensoorten met een zeker aandeel aan tweejarige en eenjarige soorten. Maar een merendeel van de soorten zijn gewoon vaste plantensoorten. Die kun je maaien, die kun je beweiden, die komen elk jaar terug. Hoe belangrijk is kalkgehalte? Hoe? Kalkgehalte, hoe belangrijk is dat? Ja, daar valt ook weer van anders over te zeggen. We hebben natuurlijk dijken die wat zuurder zijn en dijken die wat meer kalk bevatten. En dat leidt tot verschillende vegetatietypen. Je hebt verschillende plantensoorten. Sommige die gedijen juist bij wat zuurder grond en andere gedijen juist bij een meer kalkrijke grond. Dus ja, en wat zo... kansrijkdom maakt dat niet uit. In principe alleen je krijgt andere soorten. Je krijgt andere soorten, ja. Ja. Want de Maasdijken hebben natuurlijk een hele andere soorten samenstelling dan de Waal- en de Rijndijken en de IJsseldijken. Met name de IJsseldijken, daar zitten we weer wat meer kalk in. Hè? Het leidt gewoon tot andere vegetatietypen, andere vegetatiesamenstelling. Dat is nog even het plaatje van de lutum, zilt en zand driehoek. Dus lutum zijn de deeltjes kleiner dan 2 mu. En in het boek van Friese van de Zee heeft hij dus in deze driehoek heeft hij zijn bloemrijke vegetatieopname neergezet. En die kwamen allemaal hier terecht. Met een aantal uitzonderingen hier. Hè. De hele specifieke vegetatieopname die komen dan in de hele zandige hoek uit. En met name die Marjoleindijk, ook waar we straks naartoe gaan, die zitten met name hier. Het soortrijke type met een hoog aandeel aan zeldzame soorten zit hier. En hier zitten dan wat meer de eerste groep, in feite de zeer soortrijke vegetaties, maar met weinig echt bijzondere soorten. En de grijze band die er overheen loopt? Dat zijn de grondsoorten die je in Nederland kan aantreffen. Dus dat is een beetje de natuurlijke samenstelling van de. Dus een bepaalde verhouding zilt, zand, lutum.
En hier spreek je zanddijken. Dit zijn zanddijken. Die vind je nog langs de IJssel, Overijssel, Vecht en dergelijke. Die zitten in deze hoek. Ik had het net over het bodemleven. Hè. Het zijn natuurlijk niet alleen bodemdeeltjes, maar er zit van alles en nog wat zit erin. Hè. Organische stof, water, lucht. En die organische stof kun je ook indelen in humus, plantenwortels, bodemleven. En het bodemleven kun je ook weer indelen in allerlei verschillende aspecten. Ja, en als je onder een grasmat gaat kijken die het bijvoorbeeld slecht doet, je wipt die zoden eruit en zul je zien dat er vaak van die beestjes onder zitten. Dus de jonkies van allerlei insectensoorten. De Nieuwe Dijk, dikte toplaag. Die is minimaal 30 centimeter, maar het zou natuurlijk beter zijn als je hem wat dikker maakt. Hè? Want je hebt natuurlijk steeds meer, als je echt naar half natuurlijke vegetaties gaat, dan heb je veel soorten die veel dieper wortelen dan 30 centimeter. Ja, dit vind ik ook wel een belangrijke, maar dat wordt volgens mij al vaak toegepast. Hè? Als je een dijk gaat verbeteren met een geschikte toplaag, hè, die eigenlijk al bewezen heeft dat die geschikt is voor soortenrijkdom, dan zou ik die ook zoveel mogelijk hergebruiken. En dat kan je dus doen in de vorm van zoden of zodengrond. Of je kan bijvoorbeeld een strookje laten zitten bij de dijkverbetering, waar al die gewenste plantensoorten al staan. Wat bedoel je precies met de toplaag? Ja, die bovenste 30 centimeter, eigenlijk de groeilaag van de planten. Maar dat is meestal is dat gebruikelijk, hè? Dus dat je eerst een zandkern, daarna een kleidek, ja. En dan nog een, dat wordt ook teelaarde genoemd. Een laag van 30 centimeter teelaarde, waar de dijkvegetatie in kan groeien. Dan bij ons kijkt de laatste de dijkversterking in, dan is het inderdaad gewoon klei als laatste toplaag. Af en toe wel is een discussie over een leeflaagje van 5 of 10 centimeter. Dus dat is... Maar hoe zwaar is die klei die jullie gebruiken? Ja, maar daar heb je dus een serieus probleem, hè? Wat je ook in de toekomst zult zien, er komt een hele hoge biomassa op te staan, hè? Met kweek en met grote vossenstaart en een beetje glanshaven. Ja, jouw verhaal is wel heel herkenbaar. Ja. Dat werkt niet. Nee. Maar je kan het. Ja. Maar het aanleggen van een goede toplaag kan ook extra kosten opleveren. Maar straks moet je die dijk gaan beheren. Hè? En die dijken van jullie, daar staat zo'n pakket op. Dat moet je misschien 3 keer per jaar gaan maaien. Dus dat zijn hele hoge beheerkosten die elk jaar terugkomen. En ik denk als je dat gaat doorrekenen, bijvoorbeeld over een periode van 15 jaar. En je vertaalt dat naar een echte toplaag. Met bijvoorbeeld 2 keer maaien per jaar en straks 1 keer maaien per jaar. Moet eens kijken wat dat oplevert. Nou, niet alleen financieel, maar natuurlijk ook als het gaat om de diversiteit. Ja, ook. Zeker. Ja. Maar komt het ook niet een beetje voort uit de gedachte dat klei erosiebestendiger is dan een lichtere grond? Maar je gaat juist hier een combinatie zoeken tussen een goed ontwikkelde graszoden en het materiaal waarop het groeit. Dus dan kan je ook op een andere manier die balans gaan vinden. Ja, juist. Ja. Ja, maar dat moet wel bewezen zijn, hè? Tuurlijk. Nou, je hebt trouwbanden nodig op oploopproeven en op bovenslagproeven aan het aantrekken. Ja, daar zit toch nog wel wat verschil in tussen de een en de andere zoden. En we hebben bij de zeedijken te maken met een stuk zoutinvloed. Dat heeft ook weer invloed op zoden. Ja. Dus, en het begint al bij je ontwerp. Hoe ga je er vanuit? Hoeveel liter mag er overheen? En al dat soort dingen moet je wel meenemen. Ja, er kan heel veel, maar als je het robuust maakt, dan kan het veel meer. Mm-hmm. Wij zetten vaak theelagen van om en weer terug. Ja. Is het een idee om te verschalen met zand? Dat is in het verleden ook wel mee geëxperimenteerd. Hè? Dan breng je zand op een kleidek, maar dat zand zakt toch langzaam weg. Maar, als je hem in die toplaag, of tenminste je theelagen die je hebt weggezet, weer terugzet en je verschalen met zand en je breedt hem door. Ja, ik denk dat het sowieso wel een positief effect heeft, maar ik weet niet of het een duurzaam positief effect heeft. Dat zet me op als je bijvoorbeeld een beetje kleine kiemen naar een zaal wil krijgen, wordt die heel slank gevoelig. Ja, ja,
Je kan niet zomaar, want daarom liet ik ook net die grijze band zien. Hè? Als je een hele andere samenstelling gaat maken dan die grijze band, dan krijg je een hele onnatuurlijke situatie. En dan kun je inderdaad verslemping krijgen en dergelijke. Dan krijg je gewoon bepaalde eigenschappen van die grondsoort, die je misschien ook niet wenst. Even over inzaai. Er zijn natuurlijk allerlei standaardmengsels, hè, D1, D2, et cetera. Maar in feite, als je snel naar een soortrijke dijk zou willen, zou je het moeten mengen met een mengsel van, of een grassen kruidenmengsel, dus een kant-en-klaar mengsel met bepaalde grassen samenstelling en kruidensamenstelling. Of je kan losse plantensoorten aanschaffen en die mee gaan zaaien. Maar dan moet je heel goed nadenken wat je gaat zaaien, welke plek. Je hebt natuurlijk ook methodiek, hè, machinaal zaaien. En dan breng je de zaden in. Maar een aantal van die zaden van inheemse plantensoorten, dat zijn lichte kiemers. Dus die kiemen alleen als ze aan het oppervlakte liggen. Dus je zal altijd, als je daarmee aan de gang gaat, zul je allebei moeten toepassen. Hè. Dus met een inzaaimachine, maar ook met de hand nog nazaaien. Over dit onderwerp. Er is ook steeds meer geluiden van beheerders. Dat je misschien veel meer baat zou hebben bij heel snel een dichte grasmat. En dan misschien wel niet eens de dijkenmengsels zou moeten gaan zaaien, maar snel ontwikkelende grassen. Mm-hmm. En dat je daarna in een beheerfase zou omvormen naar soortenrijk. Kan. Maar dat gaat veel langer duren. Ik denk altijd van, stel, je pakt een D1 of een D2, een standaardmengsel, en je gooit er een klein aandeel aan andere dingen in die op termijn de vegetatie gaan vormen. Bijvoorbeeld glanshaver en de grootstreep, de algemene soorten. Voeg die een klein beetje toe, want dan krijg je straks gewoon een grasmat die bestaat uit D1 of D2. Maar her en der spots met andere soorten. En als je het beheer dan goed doet, kunnen die andere soorten zich uitbreiden. En die soorten die in D1 en D2 zitten, Engels raai en dat soort dingen, die vallen op termijn vallen die toch uit. Ja, maar dan zal je wel gelijk je beheer moeten aanpassen. Klopt, ja. En dan moet je wel een plan hebben. Even een vraag aan jullie. Ik vind prima zoals dat loopt, dat kan ik. Goed verhaal, jullie haken er steeds op in, waardoor je heel veel interactie krijgt. Uitstekend. Betekent dat we wat meer tijd voor Cyril inruimen en dat zometeen ook bij Jacob gaan doen. We kunnen ook zeggen, ze houden eerst het verhaal en we gaan straks de hele interactie doen. Wat heeft jullie voorkeur? Mijn de eerste. Ja. Nou, dan is dat besloten. Nee, maar ik vind het goed. Nee, maar ik vind het heel goed. Want anders moet je vragen gaan opsparen en dan vergeet je ze weer, denk ik. Prima. Ik denk van, het is veel beter om daar meteen op in te springen. Ik vond het wel leuk bij de laatste gastdag. Toen bij ons toen gaf je aan, je hoeft niet direct je hele taluut in te zaaien met bijzondere soorten, maar je kunt ook een strook bovenin doen. Dit plaatje. Okay. Ja, maar dat is ook wat vaak gezegd wordt. Hè. Dan zeg ik, ja, ga eens kijken op de website van Biodivers. Ik mag geen reclame maken, maar ik doe het toch. En dan wordt ook gezegd, ja, maar het is veel te duur, dat spul is veel te duur. Maar dan zeg ik, ja, maar waarom? Je hoeft niet het hele taluut in te zaaien. Doe hier een strookje bovenlangs een dijk. En maak die strook bijvoorbeeld niet breder dan 1 maaibreedte. Je kan met een trekker over een dijk rijden. Je hebt dan een maaiapparaat dat ernaast hangen, van ik denk 1,60 meter breed. Maak die strook 1,60 meter breed, dan kun je de rest van de taluut kun je gewoon regulier beheren. Maar dit kun je laten staan en laten bloeien, zaden laten maken. En op een gegeven moment heb je daar genoeg van en dan rijd je er 1 keer met een trekker langs. En je maait het en je haalt het naar boven en je ruimt het op. En wat je dan ziet, en je kan het dus ook op die manier doen, hè, gewoon banen naar beneden maken. Bijvoorbeeld als hier een dijkpaal staat, dat je zegt 20 meter links of rechts van die dijkpaal, doe ik een strook naar beneden. Maar zaai dan wel dicht in, dat je dus ook meteen veel exemplaren van de soorten krijgt. Want vervolgens ga je maaien. Kijk, hier met name, dan ga je dus maaien. En op die maaimachine, ik heb daar wel eens handen vol zaad van afgehaald. Voor allerlei soorten. Die maaimachines nemen allerlei soorten planten mee. En die verspreiden dus ook die soorten. En je kan ook bijvoorbeeld zo'n groot streepzaad, dat staat, in het begin staat dat alleen hier. En het jaar daarna staat het ook daar. En dan, dus dat schuift heel snel schuift dat verder op. En dichtzaaien, want bij de biodiversiteit staat dan 10, 15 kilo per hectare of zo bij. Moet je dat dan hoger? Ik zou dat misschien wel 50 kilogram per hectare, maar het gaat om vrij kleine oppervlaktes, dus dan blijft toch, het bedrag blijft toch relatief laag. Ja. Maar je brengt wel echt van die vlekken op een dijk aan met heel veel exemplaren van de soorten die je wil hebben. En die geef je dan de kans om te bloeien en zaden te maken. En op dat moment ga je dus met die machine op en neer rijden.
Kun je nog wat zeggen over het gebruik van maïsel, van soortrijke delen die je ergens anders hebt? Dat is helemaal perfect, alleen ook dat is wel maatwerk, hè? Want ik heb dat ooit zelf ook gedaan met een aannemer. En toen zijn we bewust, dus morgens vroeg zijn we begonnen, toen was het nog een beetje nat, een beetje was dat dauwvorming en toen werd er gemaaid, er werd ook niet geschud, er werd gemaaid en er kwam meteen een stroken te liggen, er kwam een opraapwagen langs en die haalde meteen het gewas op, maar ook de door het vocht aanklevende zaden nam die mee. Maar die aannemer die was wel pinter, die zei van, ja, moet je eens kijken naar je opraapwagen, die bestaat uit planken. Maar heel veel zaadmateriaal valt door die planken heen. Weet je wat, we spannen eerst een zeil onder die opraapwagen. En dan hebben we iets van acht van zo'n zakken uitgehaald, vol met zaad. En klein spul van die grassen. Maar ja, dus als je dat gaat doen, moet je heel goed kijken naar tijdstip. En naar de omstandigheden ook. Dus dat je zoveel mogelijk zaad van zoveel mogelijk soorten meeneemt. Je haalt gewoon echt al het zaad uit het maaisel. Wat zei je? Je spreidt niet het maaisel uit over een perceel? Ook. Ja, nee, we hadden toen 8 zakken met fijn spul, hè, met name met heel veel zaden. Maar er zit natuurlijk ook nog veel spul in het gewas zelf. En we hebben dus gewoon volgens mij bovenlangs die zaden ingezaaid. Volgens mij nog met de hand zelf. En de rest gewoon netjes uitgereden en daarna met een acrobaat overheen om het regelmatig te verspreiden. En dan kan een tijdje blijven liggen en dan haak je het eraf. En dan heb je een aardige inbreng van soorten. Maar dat doe je waarschijnlijk wel op waar het gras al op staat, of niet? Want dan kun je het op een kaal... Een kaal kan ook, ja. Bij voorkeur kaal, ja. Maar ja, dan rij je misschien snel dingen kapot, hè. Dat is een beetje het probleem. De handreiking staat een protocol, of een protocol, staat een stappenplan hoe je dit kunt doen. Grastransplantatie, als je daar op zoekt, dan kun je de handreiking wat vinden. De keuze van het enzymengsel. Dus ik zeg altijd inheems materiaal gebruiken. En die zijn natuurlijk, inheemse planten zijn natuurlijk optimaal aangepast aan de omstandigheden, hè, in ons landje. En het is vorig jaar ook gebleken, hè, in die droge zomer, dat er heel veel soorten, met name allerlei ingezaaide lage soortjes met kleine wortelstelseltjes, dat die het allemaal hebben afgelegd. Hè. Met name op de zanddijk had je hele grote vlekken die compleet dood waren. Een term die ik vaak gebruik, half natuurlijke vegetatie. En daar bedoel ik mee een vegetatie die zich eigenlijk spontaan zou vestigen op een dijk. Waar het niet dat er tegenwoordig in de omgeving te weinig soorten zijn. Dus je zult toch moeten inzaaien. Dus dan krijg je vegetatie die zich spontaan vestigt, maar die wel behouden blijft door beheer door mens of dier. Ja, dit is ook een puntje, hè, dat groen de winter in. Met name als er in het najaar wordt ingezaaid of een dijk najaar wordt opgeleverd, dan moet hij toch groen de winter in. En voeg dan gewoon een eenjarige grassoort toe. Een Westerwolds raaigras of een Italiaans raaigras. Dat kiemt snel en dat maakt snel een, ja, een groene waas over de dijk. En toch een bepaalde erosiebestendigheid. Maakt het nog uit of je voor- of najaarschiemers inzaait? Met grassen, die kiemen volgens mij bijna altijd. Okay. Als het vochtig is. Ja, je bent toch afhankelijk van het vocht. Ja, klopt. Ontwikkelingsbeheer, bij mij is toch het maaibeheer duidelijk een voorkeur boven bewijding. Met bewijding kun je wel bepaalde omstandigheden in stand houden, maar je kan bijna nooit, ik ken geen voorbeeld waarbij door middel van bewijding een soortrijk grasland ontwikkeld is. Dus als het er eenmaal is, dan kun je het wel behouden. Nou, wat ik een probleem vind bij schapen, hè, dan heb je bijvoorbeeld een schapenboer en die zegt van, ja, ik ga het precies doen zoals jij het wil. En de eerste 2 jaar gaat het goed en het derde jaar denkt hij, oh, dit is nou mooi weer, ik zet nou de schapen erin, maar wel midden in de bloeiperiode. Terwijl als je met maaimachines werkt, dan kun je gewoon zeggen, weet je wat, tot 16 mei of tot 16 juni blijf je met je maaimachine er vanaf. Dan heb je het veel beter in de hand dan met schapen. Oké, maar je zegt, dan is het feitelijke uitvoering van het beheer. Ja, maar zou ja. Theoretisch met schapen, als je de juiste vergazingsdruk hebt en inzet en dergelijke, wel iets soortgelijks kunnen behalen? Of is het
Het gaat denk ik wel langzamer, hè? Wat je zelf net ook al zei, met schapen haal je veel minder bodemnutriënten weg. Hè? Als je maait, je haalt het hele pakket weg, het zit natuurlijk vol met bodemnutriënten. Terwijl als je de schapen opzet, die eten wel, maar die poepen ook. Dus die laten ook wel mest achter en voedingsstoffen achter. Dus dat verschalingsproces gaat in ieder geval een heel stuk minder. Ja. Ja, maar bedaam, hier ligt het boek Planten van hier, daar gaat het ook uitgebreid over gefaseerd maaibeheer. Hè? Dus dat je niet de hele dijk in één keer maait, maar bijvoorbeeld eerst het buitenteluut en dan 3 weken later binnenteluut. Op bepaalde vakken laat staan. En dat kan je natuurlijk met een maaimachine, kan je dat heel mooi uitkienen. Dan kun je gewoon van tevoren op een kaart zetten. En dat kun je een aannemer geven en die voert dat heel mooi uit. En dan heb je toch dat je ook voor de insecten op een goede manier bezig bent. Hoe zit het dan in combinatie met flexnetten? Dat je het schaap gewoon 2-3 dagen op 1 stukje perceel hebt en een schapenboer die daar ook wel gevoel voor heeft? Ja, op zich, als je dat op een goede manier doet en je zou op het juiste tijdstip daar zijn, is dat prima. Maar ze hebben een groep schapen en die staan bijvoorbeeld, in dit vak staan ze te vroeg. Daar staan ze precies op het goede moment en daar staan ze te laat. En als ze er te laat staan, dan lopen ze het plat. Ik heb ook verschillende voorbeelden van, dan lopen ze het plat en eten ze het niet meer. En dan ligt er dus een vegetatie, die kan je ook bijna niet maaien omdat die plat ligt. En dan krijg je zodenbederf en dan krijg je schimmel. Ja, dan gaat de zoden naar de knoppen. Dus in principe zou het kunnen, maar je kan natuurlijk niet een hele dijk op een bepaald moment begrazen. Want je moet ergens omzetten. Maaifrequentie, maaitijdstippen, wel of niet maaisel afvoer, meestal wel, maar je kan je voorstellen als je een nieuwe dijk hebt, dan is een heel klein beetje op dat je dan niet heel veel moeite gaat nemen om met van die grote zware machines het maaisel eraf te halen. Je krijgt er ook humus door, hè, als je een soort klepel gazon. Ook dat, ja, je krijgt precies, je zet het bodemleven aan de gang. Wat wel nodig is, aanvullend onderhoud, hè. Je krijgt dus vaak op dat soort dijken toch wel dat er bepaalde soorten die je niet wil hebben, dat die toch de kop opsteken. Hè. En dit is ook weer een plaatje van Kesteren. Dan zie je dus dat er her en der kwam de raapzaad of koolzaad kwam erop. En dan wordt er gewoon lokaal wordt er gemaaid. Of met een machine of met de hand. Ja, dit kent iedereen denk ik wel. Hè. Het resultaat is niet zo heel best hoor, vind ik. Het resultaat uiteindelijk viel nog niet helemaal mee. Nee, maar wil jij de ontwikkelingstijd naar een echt stabiel, duurzaam, soortrijk grasland duurt, nou ik denk wel 10 jaar. Of zeker 5 jaar, maar vaker in de richting van 10 jaar voordat je echt een goede situatie hebt die ook duurzaam te behouden is. Dit is natuurlijk van jullie afstand helemaal niet te zien, maar dit zijn jonge plantjes van Japanse duizendknoop. Daar moet je natuurlijk ontzettend attent op zijn, hè. Want hij is zo groot en hier is hij al een heel stukje groter. Ja, ik moet toch wat meer vaart maken eigenlijk. Hè? Instandhoudingsbeheer, dus maai, het gaat over maaitijdstippen, maaifrequentie en dergelijke. Wat ik wel belangrijk vind bij een soortrijke vegetatie, dus eigenlijk zou je die periode van bloei en zaadzetting moeten respecteren. Dus dan niks uitvoeren. Geef die planten optimaal de kans om te bloeien en zaden te maken. En wat je daarna doet is minder belangrijk. En wat je daarvoor doet is ook niet zo belangrijk. Het klinkt een beetje tegenstrijdig met het feit dat je snel een gesloten zoden wil hebben. Als je een verse dijk inzaait, ja, dan gaan de planten kiemen. Daar zitten waarschijnlijk ook die kruinen bij die je uitgezaagd hebt. Ja. Vervolgens zou je eigenlijk een behoorlijk straf maaieregime willen hebben om snel uitstoeling en een dichte zoden te krijgen. En dat staat dan haaks op die soorten die je eigenlijk in bloei wil laten. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat heb je als tip daarvoor. Ja, en dat je moet kijken of dat je binnen- of een buitenteluut bezig bent. Ja. Ik zou op een buitenteluut zou ik inderdaad wat vaker dat beheer toepassen wat jij nou zegt. Maar ik denk dat je op een binnenteluut misschien wat meer kan toelaten. En ik zei van ja, tot 21 juni, de langste dag, zou je eigenlijk niet moeten beheren. Hè? Maar daarna, wat je daarna doet, desnoods ga je 2 keer nog maaien. Want dan ligt het vol zaad. Ja, maar dan heb je altijd open zoders. Met helaas toch in de meeste dijkverbeteringen van buitenaf aangevoerd dijkmateriaal. Veel onkruiden erin, of in ieder geval onkruiden erin. En daar moet je wel wat mee. Dus ik heb niet zulke goede ervaringen met inderdaad een verse grasmat pas ingezaaid. Gewoon laten gaan tot
mij moet je juist heel vroeg gaan aaien. En daarom was ook eigenlijk wel mijn vraag, moet je wel kiezen voor het doorzaaien van kruiden in zo'n toplaag? Of moet je kiezen voor snelle gesloten zoden en daarna in beheer omvormen naar een kruidenrijke vegetatie? We hebben verschillende projecten ingezet met kruidenrijk mengsel. En we zijn er vanaf gestapt om daar verder beheer op. Dus we zijn afgestapt van het kruidenrijk mengsel, omdat je je grasmat niet gesloten krijgt. En onze gedachte is nu om later die kruiden erin te zaaien en dan je beheer aan te passen. Ja, maar dat wordt een heel stuk moeilijker, denk ik. Ik denk, als je kan natuurlijk spelen met de aandelen in je enzymmengsel. Als je bijvoorbeeld 90% of 92% D1 of D2 pakt en een klein percentage van andere grassen en andere kruiden, dan zorg je dat die mat goed dicht is, hè, door D1 of D2. Die mat gaat gewoon dicht. Maar dat er wel her en der exemplaren staan van de soorten die je wil hebben. En die soorten, die gaan je toekomst vormen. Dat kruidenrijk mengsel erdoor te mengen. Ja. Bang zijn, omdat het is toch een aardige investering die je doet. Mm-hmm. En door je ontwikkelingsbeheer maak je eigenlijk al je kruiden weg. Ja, door je ontwikkelings... Dan, als je al je kruiden wegmaait door ontwikkelingsbeheer, dan pas je het verkeerde ontwikkelingsbeheer toe. Want het ontwikkelingsbeheer wil je juist die kruidenrijkdom bevorderen. Ja, maar je wil het ook uitstoelen, dus gauw maaien op een centimeter of 10 hoogte. Ja, nee, maar daarom liet ik net ook dat plaatje zien. Hè? Stel, je wil naar zo'n dijk toe, dan zaai je de bovenste strook in. Of een aantal banen zaaien. En dan heb je 90% of 95% van je dijken zijn gewoon dicht. En dat bovenrandje, bovenlangs het talud, is soortrijk en dat blijft wat langer open. Maar volgens mij is dat geen probleem. Het is ook maar welke eisen je daar aanstelt. Maar is het een probleem als je zegt, nou, die eerste twee jaar, want Jack Poppelaar, die zei het laatste net met de dijkbeheerders, het eerste jaar gewoon geen zonbeheer toepassen. Ja. Dus zo vaak mogelijk maaien, want dan stoelt het uit. Ja. Is het een probleem als je die 10% even achter de hand houdt en na twee jaar pas, na een maaibeurt, dus als het kort is, er overheen zaait? Het kan wel, maar ik denk dat het dan veel langzamer gaat. Want wat je zegt, je krijgt een goed gesloten grasmat. En het is toch continu is het een concurrentiestrijd. Als je gaat inzaaien, krijg je van die kleine kiemplantjes. Maar als er een hele dichte grasmat omheen staat, leggen die kleine kiemplantjes dat af. En dan kun je weer inzaaien en weer inzaaien. En dan hou je de meest algemene soorten hou je over misschien aan kruiden. Maar er wat meer bijzondere dingen, die redden het gewoon niet in zo'n grasmat. Ik heb ook wel eens begrepen, als je juist heel vroeg gaat maaien, dat je daarmee het gras... Ja, maar daarom noem ik dit ook. Hè? Geen beheer tussen 1 of 15 mei. Dat hangt een beetje van de omstandigheden af. Hè? Hoe het voorjaar valt. Maar wat je voor 1 mei doet, of dat je er schapen opzet of gazonbeheer toepast, maakt niet uit. Want, en wat je zegt inderdaad, als je in die periode maait, dat kan positief uitpakken. Want je hebt natuurlijk in het voorjaar eerst een groeipiek van de grassen. En die schieten als het vochtig is en de temperatuur gaat omhoog. Dan schieten die uit de grond en als je inderdaad die piek weghaalt, dan krijgen al die soortjes die wat lager zitten, die krijgen dan de kans. Ja, dus dat is ook een goede methode. Waar je eigenlijk niet heel laat wil gaan maaien, omdat je dan dusdanig veel volume hebt, maar waar je wel een paar leuke soorten hebt, dat je eigenlijk denkt van dat je eigenlijk... Ja, maar daar is dat geschikt voor. Ja. Als een soort van alternatief. Ja. Nou, ik denk dat het ontzettend samenhangt met de voedselrijkdom, want ik zie alles eruit als je dus inderdaad voor mij gaat maaien, dan maai je een hele korte graszone af. Als je al vrij schade grond hebt, dan kan het ook met kruiden daar wel. Als je al een hele voedselrijke grond hebt, dan vliegt van kassen erbij. Die moet misschien kale van maken, stimuleert. Die vliegt van zorg eroverheen met een hele dichte, korte mat. Ja. En die hebben dan nog een enorme groeispeurt in mij. Dus ik denk dat voedselrijk om daar wel een cruciaal aan maken. Ja, en ook de... We hebben een goede ervaring mee om dat wel te doen, zeg maar. Dat we echt een stukken goed omgevormd hebben. Die echt al jarenlang alleen maar plantzaver en bossenstaven zouden hadden. Daar een groep kan maken, dat komt echt zo mooi uit de pracht op. Zeg maar. Maar dan zie je wel een groep die het meer voorbereidt. Hey, dat was mij. Ik ga hier toch eventjes interrumperen, want dit is ook een deel van het verhaal van Jacob. Dus ik stel voor dat we dat zo meteen bij Jacobs verhaal, is zijn verhaal horen, zijn ervaringen bij Vallei en Veluwe, en dan de diepte ingaan. Want anders hebben we inderdaad al zijn gras weggemaakt. ik had het net over het respecteren van die periode van bloei- en zaadzetting. Dus dit vond ik een beetje jammer, dat midden in zo'n periode werd er gemaaid. Dus een oud plaatje uit de oude doos.
En toen heb ik hem ook gevraagd van, mag je nou maaien? Dus ik zal eens even bellen met de baas of dat ik mag maaien. Maar volgens mij stond hij ook op een verkeerd moment op een verkeerde plek. Ja, dat is min of meer hetzelfde. Als toevoeging geen bemesting, geen chemische onkruidbestrijding als het kan. En ja, monitoring, waarmee je dus de ontwikkeling kan volgen in de tijd. Maar Cyril, dat geen bemesting, dat hangt ook wel heel erg af wat voor toplaag je aanbrengt. Hè? Want je hebt af en toe die hele schrale toplagen die je cadeau krijgt bij een dijk. Ja. Daar groeit er bijna niks op, behalve. Ja. En maar hier staat ook bij van tenzij uitgekiend en om NPK-verhouding te herstellen. Hmm. Dus het kan nodig zijn, maar in principe niet. Maar onder bepaalde omstandigheden wel. Het gaat te lang duren. De bestaande dijk, in feite, ja, het hangt heel sterk van de toplaag af wat je kan ontwikkelen. Hè? Maar goed, dat is al vaker gezegd. Inzaai met dezelfde mengsels. Ja, dit is verder ook hetzelfde. Inzaai wijze, dus weer een strook bovenlangs of dwars op de dijk. Dit komt misschien bij Jaco dadelijk, hè? Want op een gegeven moment heb je heel lang omvormingsbeheer gedaan. Heb je twee keer per jaar gemaaid en maaisel afgevoerd en toch wordt het niet soortrijk. Maar goed, die vraag kunnen we ook meenemen naar straks naar de discussie toe, denk ik. Ik denk dat slimmer is dan om daar nou mee aan de gang te gaan. Dat is een plaatje van vorig jaar, een heel sterk neerslagtekort. Ik heb toen zelf een thermometer in het gras gelegd en toen bleek het 53,4 graden te zijn. En via een bodemkundige heb ik te horen gekregen dat eiwitten in gewassen doodgaan bij boven de 40 graden. Dus daardoor zijn er dit soort plekken ontstaan, hè, her en der. Dit is bijvoorbeeld een waddendijk. Daar zijn we ook zodig in steken uiteraard. Het blijkt dat die heel snel uit elkaar valt, terwijl je, dus gaat misschien ook weer te ver, evenveel wortellengte meet, maar je meet door je wortels in zo'n grasmat. En dan probeer je een zoden te steken, maar die zoden valt meteen uit elkaar. Dus die dode wortels hebben geen enkele functie meer om de zoden bij elkaar te houden. En dit is dan 16 oktober aan diezelfde dijk. Dit was de kale plek, dit was de niet kale plek, dus daar staat nog steeds niks. Dit is wat je nou veel aantreft, hè, de dijken. Met name die zandige dijken met die grote open plekken. Heel veel inheemse graniumsoortjes en madelief. Allemaal eenjarige plantjes, dus het lijkt heel mooi bedekt. Hè. Heel veel plekken en het ziet er mooi fleurig uit. Maar het stelt eigenlijk, qua erosiebestendigheid, stelt het niks voor. Oftewel, wat gaat er hier gebeuren? Hè? Want die planten die maken nou zaden, of die bloeien maken zaden, gaan dood. En daarna, wat gaat er dan gebeuren? Welke soorten gaan dat overnemen? Dit gaan we even overslaan. Dit gaat over de wortels en dat je bij soortrijke graslanden met veel kruiden krijg je een andere wortelsamenstelling. Hè? Dus wortels die verder de grond ingaan en dergelijke. Gezond beheer heeft dat dus typisch niet. Hè? Die heeft allemaal worteltjes van dezelfde lengte. Dit is wat we misschien straks gaan zien. Hè? Dit zien we nou in het veld. Ingegraven potjes met vloeistof. En een stok met ringen eraan waaraan deze bakken komen hangen. Voor het insectenonderzoek van de Radboud Universiteit. Ook in die potten, echt, er komt heel veel spul in een paar dagen tijd. Wordt er heel veel spul in gevangen. Dus ik denk dat daar redelijk spectaculaire resultaten uit het onderzoek gaan komen. Hé, we gaan aan de slag al, jullie, bijna. Dus hoe ontwikkel ik in mijn eigen gebied meer soortenrijkdom, welke hobbels? Daarna gaan we op pad. Dit zijn wat plekken die we gaan bezoeken. Ja, heel snel. Zou je daar nog wat kunnen zeggen over het inbrengen van soorten, van zeldzamere soorten bijvoorbeeld? Stel die hebben ze niet. Hoe je daar tegenaan kijkt, waar haal je die vandaan en wat dan wel en wat dan niet? Als je het over zeldzame soorten hebt, zou ik heel voorzichtig zijn in verband met floravervalsing. Maar ga in de buurt kijken of dat er een grasland ligt, van, of een natuurmonument of staatsbosbeheer. Een droog grasland met soorten die jij wil. En probeer daar bijvoorbeeld een rol maaisel weg te krijgen, te kopen en dat uit te spreiden. En doe dat heel lokaal. Hè? Dus maak bronlocaties op je dijken. Dus niet een hele dijk vol, maar maak gewoon op een geschikte plek een mooie bronlocatie. En als daar de soorten het goed doen, zich goed ontwikkelen, kun je het volgend jaar daar het maaisel van pakken en naar een andere plek toe brengen. Dus het gaat langzaam, maar het gaat wel.
Maar voorkom inderdaad dat je dingen als veldzaaien van de IJssel weghaalt en op een hele andere plekken in gaat zaaien. Want... Hoe wij zo'n provocatie voorbereiden? Want als er een dichte grasmet staat, dan is dat toch om dat eens eruit te krijgen. Dus wil je dat openmaken, wil je dat frezen? Dat zou kunnen, maar ik zei ook een geschikte locatie zoeken. Hè? Dus meestal is dat een zuidtalud en die zijn meestal toch wat minder dicht dan noordtaluds. Omdat de grassen daar wat moeilijker hebben. Dus dan kun je ook... Als je dus dichte zoden hebt, dan kun je eigenlijk al, dat is al veel lastiger doorzaaien. Mm-hmm. Als je goed gesloten is, dan krijg je er eigenlijk niks eraan. Dat is best moeilijk. Ja, het hangt van tijdstip af. Als je dat doet op het moment, bijvoorbeeld in september als er gemaaid is, hè, dan is het maaisel weggehaald. En op dat moment heb je dus de bodem ook een beetje beschadigd. Als je daar zaden overheen gooit, dus niet inbrengt met de machine, maar gewoon met de hand inzaait, dan heb je grote kans dat het aanslaat. Maar weer afhankelijk van het weer. En Jaap wordt heel zenuwachtig. Ja, ik... Ik heb nog een heel enthousiaste spreker op voorraad. Ja. Ik wil toch even wijzen, nog dit boek hebben we gemaakt afgelopen najaar. Met heel veel dingen over inheemse plantensoorten, maar ook een hoofdstuk over de dijken. Niet geheel toevallig door de vorige spreker geschreven. En hier is waar we jullie eigenlijk als waterschap echt een bijdrage aan kunnen leveren. Aan dat deltaplan biodiversiteitsherstel. Dat zou heel mooi zijn.